sneeuw hield Nijmegen en omgeving maandag danig in zijn greep. Eerder dan verwacht bereikte het winterse weer de regio, waardoor een groot deel van het sociale leven op een laag pitje kwam te staan. Reizigers die met het openbaar vervoer op pad wilden, hielden rekening met vertraging. Ik heb nu nog 10 minuten, een kwartiertje vertraging ongeveer. Nou, ik moest naar de arts toe, dat vond ik wel belangrijk, dus dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik wil graag een beetje aan het sneeuw spelen, dus ja. Dat is toch maar één keer per jaar, dus ja. Ik heb wel een kleine vertraging gehad, ja. Dat was wel een veranderde dienstregeling, ja. Ja, nou, mijn ervaring met de Arriva is goed. Gisteren rijdt alles normaal, vandaag rijdt alles ook normaal. Ik ben er vanmorgen goed gekomen en volgens de reisplanner rijdt nog steeds goed. Dus ik verwacht het probleem nog eens thuis te komen. Ik kom van stage nu. Okay. Dus, maar ja, we mochten eerder weg, anders moest ik tot 5. Dus ik ga nu lekker naar huis en dan blijf ik ook lekker thuis. Ja, je moet toch je dingen doen, hè? Je moet naar de Unie toe en zo. En ja, ik vind een beetje vertraging ook niet zo heel erg romp. Je kunt het incalculeren. Nou, ik werk op school, ik ben leraar. En de school meldde van, we verwachten jullie gewoon. De leerlingen, we hopen dat ze komen, we zien het wel. Nou ja, maar halverwege de ochtend hebben ze gezegd, we doen de tent dicht om 1 uur. Zodat iedereen nog goed thuis kan komen. Ja, gisteren zijn er een aantal uitgevallen, dat heb ik ook gehoord. Ik was toen vrij. En ja, als het te slecht wordt, dan krijgen wij daar vanzelf wel opdracht door onze meerdere om eventueel te gaan stoppen om schades te voorkomen. Want als het gevaarlijk wordt, dan is het ook niet goed natuurlijk.